het legt in de hele buurt, in de hele buurt, nou, maar dan gaan we heel erg zwaar. Er wordt morgen een petitie opgesteld. Er worden acties ondernomen. Jullie gaan hier weg. Acties ondernomen, ja. Hoor, tegen dit. Ik weg. Nee, er worden hier gewoon acties ondernomen in de buurt. Want iedereen is het mee eens dat dit gewoon niet kan. Bij een steekpartij op woensdag 7 april in een zorghuis voor gehandicapten in Wieringerwerf zijn een begeleidster en een direct familielid van een inwoner ernstig gewond geraakt. Ondanks dat deze steekpartij volgens de instelling als een donderslag bij heldere hemel kwam, menen buurtbewoners dat zij een gebeurtenis als deze al tijden aan zagen komen. Het onverantwoordelijke gedrag van de instelling zijn zij dan ook spuugzat. Wat mij dus het meeste steekt, is om over steken te spreken. Dit had voorkomen kunnen worden als de juiste inschatting was gemaakt van de patiënt in kwestie. Er zijn heel veel mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de wijk. En een incident als deze, hoe erg het ook is, we vinden het echt heel erg, is geen reden om het anders te doen. Doe maar alsjeblieft een lol. Zet die mensen, zorg dat die mensen de menswaardige verzorging krijgen die ze verdienen. Maar dan op een terrein als Noorderhaven in Julianendorp. En zo zijn er in Blaricum, maar overal zijn er locaties waar de mensen gewoon keurig netjes overal voorzieningen krijgen van fysiotherapeuten, van kapper. Er was ook een kapster te binnen, die had ook neergestoken kunnen worden. Het is toch levensgevaarlijk? Nee, dit mag je niet meer binnen in een burgermaatschappij plaatsen. Ik zeg niet dat je die mensen helemaal weg moet stoppen. Hè? Maar integreren, dat kan niet. Dat is al zo vaak gebleken en dat blijkt hier ook weer uit. Integratie is niet mogelijk. Goede begeleiding. He? En datgene geven waar de mensen recht op hebben. En dat is niet 's ochtends in een busje gooien om 8 uur. En dan 's middags om 4 uur weer uit het busje gooien. En dan hebben ze geen tijd om met die kinderen te wandelen. Dan moeten de vrijwilligers komen. Dan woont een blind meisje. En die wordt dan door een vrijwilligster, een oudere vrouw die ik vanochtend weg heb gestuurd. Toen het dus daar aan de gang was. Die wilde naar binnen toe. Ik zei, nee mevrouw, gaat u alsjeblieft naar huis toe. He? En die loopt dan met dat meisje even te wandelen. Anders komen de kinderen nooit buiten. Ondanks dat de omwonenden getuigen dat de begeleiding in deze huizen ver onder de maat is, vindt de instelling juist dat de inwoners meer dan voldoende worden begeleid? Nou, er is altijd voldoende begeleiding aanwezig voor deze cliënten. En dat was ook vanochtend het geval. Onder slachtoffer zit één begeleider en een moeder van een gehandicapte die hier ook inwoont. Waren dit de enige begeleiders die op het moment aanwezig waren? Ja, op dat moment was er één begeleider en de moeder die kwam voor haar zoon, was ze hier. Ja.